vandaag gaat hebben over wiskundig bewijs. Jullie gaan bewijzen dat de ene hoek groeit. Het is eigenlijk best wel interessant. Ik zou wel iets willen studeren met wiskunde en natuurkunde. Maar dan wel toegepast. Dat je echt ziet waar je mee bezig bent. Even voor de dames. Ga daar eens kijken. Nou, ik ben toch maar gegaan. En het is zeker waard. We staan nu bij een materiaalkundeproef. We zijn ook al bij de windtunnels geweest. We hebben de F-16 gezien. En we hebben zelfs een echt college meegemaakt. Ik ga hier zeker weten studeren. Na bijna 3 jaar studeren ben ik nu bezig met mijn eindproject voor mijn bachelordiploma. Na die 3 jaar kan ik je van alles vertellen over de verschillende aspecten van de studie. Zoals bijvoorbeeld de aerodynamica, de besturing, de bouw en de materialen die gebruikt worden voor verschillende lichtgewichtsvoertuigen, zoals bijvoorbeeld een vliegtuig. De eerste 2 jaar heb ik veel colleges gevolgd. Daarnaast maakte ik vaak huiswerk met vrienden. Behalve colleges heb ik ook veel projecten gedaan. Zo hebben we een aantal aerodynamica-proeven gedaan in onze windtunnels en heb ik een vliegproef gedaan in het vliegtuig van de faculteit. 2500 meter. Wow. Super! Hey, hallo. Hoe gaat het met het project? Ja, goed. Heb je al een manier gevonden om het eiland volledig afhankelijk te maken van duurzame energie? Nou, we hebben de afgelopen dagen gekeken naar de mogelijkheden van biofuels en zonne-energie. Dat ziet er heel veelbelovend uit. En we gaan de komende tijd nog eventjes kijken naar de mogelijkheden van wind en zonne-energie. En dan hopen we dat we het eiland helemaal afhankelijk krijgen. Dat klinkt heel goed. Ja. En mocht je nog vragen hebben, je weet me te vinden. Ja, dankjewel. Succes! Na het studeren heb ik ook nog tijd om te sporten, bij het Sport- en Cultuurcentrum. En af en toe pak ik nog een gezellige borrel mee. Een tijdje geleden ben ik begonnen met mijn master aan de opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Na lang twijfelen heb ik gekozen voor de master Control and Operations. Tijdens deze vakken en projecten heb ik veel diepgaande kennis opgedaan over het ontwikkelen en analyseren van besturingssystemen in vliegtuigen. De data voor deze analyses kwam vooral uit de vluchtsimulator, de Simona, die hier achter me ziet staan. In mijn 2e jaar ben ik begonnen met een stage in San Diego. Ik heb hier heel erg veel geleerd, maar vooral ook heel veel lol gehad. Mijn medestudenten lopen ook stage in het buitenland. Bij een universiteit in Chili, aerodynamische berekeningen doen bij Ferrari of bij een klein bedrijfje in het buitenland aan windenergie werken. Een vriend van me die gaat binnenkort naar NASA toe om daar aan een baan rond de zon te werken. Nu ik weer terug in Nederland ben, ga ik beginnen met mijn afstudeerproject. Ik ga onderzoek doen naar de haptische controlesystemen in auto's. Deze systemen helpen de bestuurder om het rijden makkelijker te maken. Andere studenten van deze afdeling zijn ook bezig om dergelijke systemen bij vliegtuigen toe te passen. Er worden hiervoor een hoop testen gedaan met onze simulatoren, zoals de Simona. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in ruimtevaart. Dus ik zat tijdens mijn studie lucht- en ruimtevaarttechniek daarom ook in een studentenvereniging, DAIR, Delft Aerospace Rocket Engineering, waarbij wij zelf raketten ontwierpen en lanceerden. Tijdens mijn afstuderen heb ik een design tool ontworpen voor kleine satellieten, zoals deze. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij SNT Corps en na 1 jaar te hebben gewerkt ben ik nu bezig met het opstarten van mijn eigen bedrijf waarmee ik de design tool van mijn afstudeerproject ga verkopen. Ook ben ik bezig met het opstarten van een afdeling van SNT Corps in Noorwegen, waar ik vandaan kom. Dus het zijn drukke tijden, maar mijn studie heeft me goed voorbereid op wat er gaat komen. Welkom bij Fokker Aerostructures. Fokker is een bedrijf dat lichtgewicht onderdelen ontwerpt, ontwikkelt en produceert voor verschillende bedrijven in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Ik werk sinds 2007 bij Fokker en ik ben daar begonnen als management trainee. De laatste 2 jaar werk ik als program support officer voor de Gulfstream 650.
De Gulfstream is een business jet waarvoor we onder andere een staart hebben ontworpen en nu bouwen. En als program support officer ben ik mede verantwoordelijk ervoor dat de staart op tijd, tegen de juiste kosten en kwaliteit, de deur uitgaat.